Een zeer goed gevuld stadion natuurlijk. Voor een mooi duel in de subtop. Bij Heracles zitten de problemen vooral achterin. Betekent dat Van der Buijs en Sama nu het centrum vormen. Geen Rosman en natuurlijk ook geen Pruppen. Osman op het middenveld weer. Met Merkel een beetje een controlerende rol. En Kouwas dan als nummer 10. Peterson, Dalmau en Duarte vormen dan de voorhoede. Duarte uiteraard een beetje hangend op rechts. En u ziet de opstelling van Feyenoord met dus Larsson op links, Toornstra op het middenveld. Geen Van Persie, geen Botteguin. Verdonk dus weer als linksback. Dat is een beetje afwisselen lijken tussen hem en Malatia. Bal van Berghuis, goede controle van Jurgensen. Klaasie dan ineens door. Dat is prima gespeeld door Feyenoord. Overtreding op Klaasie, maar het voordeel kan gegeven worden. Want daar is Vilena, de redding moeizaam. Jurgensen controleren en uithalen. Nog eens Vilena, maar die krijgt de bal vol op zijn hoofd. Dat zijn een paar serieuze kansen in één aanval voor Feyenoord. Maar de bal van der Heijden. Oh, mooi meegenomen. Schitterend gedaan, Berghuis. En de voorzet op Jurgensen, die wordt onderschept door Blaswieg. Feyenoord begint goed aan de wedstrijd. Sterke openingsfase van de ploeg van Bronckhorst. En dit is heerlijk gedaan door Steven Berghuis. Het heeft al wat gemiezerd, maar het hoost nu. Geen controle, waardoor opnieuw een matige bal van Blaswieg toch wel aankomt. Peterson heeft er meteen zin in. Kouwas. Dit is een kans voor Heracles. Goeie paas, Duarte. De redding geweldig van Bijlo. De rebound niet benut. Bijlo zit er bovenop. Waardoor Duarte uiteindelijk niet kan scoren. Op de Breukers, komt door Verdonk. Duarte, maar die komt hem de verkeerde kant op. Vilena. Been was wat hoog. Heracles kan door met Osman. Kouwas, goed gespeeld dit. Duarte. Dalmau natuurlijk in de spits. Duarte verlopen nog zelf. Dalmau, controle is knap. Peterson krijgt hem voor zijn voeten en die schiet hem er bijna in. Toeval dat hij die bal zo krijgt, maar dan is de uithaal wel goed. Maar niet goed genoeg. Paas is goed, van Hintem geen buitenspel. Breed leggen en hij zit erin. Ja, dan wel goed breed leggen. Hij legt hem nu achter Dalmau. Peterson zegt, had hem in mijn voeten gelegd. Dalmau had hem ook wel in zijn voeten willen hebben, maar niet net een meter achter zich. Is dit niet helemaal lekker voor Breukers. Kouwas. Die passes zijn meestal wel vrij goed van hem, zo ook deze. Peterson, Dalmau eerste paal. Peterson komt er wel langs, krijgt hij hem niet over Bijlo heen. En dan raakt hij de bal zelf als laatste. Lage bal, aardig bedacht, maar Vilena komt niet tot de schot. Kouwas misschien wel door de counter. Heracles met 4, Feyenoord terug met 5. Vilena sprint ook om daar 6 van te maken. Peterson geeft, Dalmau laat lopen. Duarte schiet en Bijlo met een makkelijke vangbal. Aardige snelle uitbraak. Merkel, Larsson. En de versnelling bij Larsson. Van der Buijs nu tegenover hem. Is de paas toch weer niet goed? Dat is het probleem in deze fase eigenlijk bij beide ploegen. Dat je af en toe een hele aardige actie ziet. Met vervolgens een hele slordige paas. Waardoor er alsnog geen kans komt. Nu zou dit een kans kunnen opleveren voor Feyenoord. Berghuis aan de bal. Jurgensen wacht. De bal gaat wel zijn kant op. Maar hij was nog niet zo ver naar voren gekomen. Peterson. Het is goed gespeeld door Heracles, Dalmau, Duarte, Peterson. Het is een zeer, zeer fraaie aanval. Dat leidt het ook echt tot een kans. Peterson, natuurlijk trekt hij daarheen om uit te kunnen halen. Dat weet ook Nieuwkoop. Dat resulteert dus uiteindelijk in een schot van Merkel dat niet eens in de buurt komt van het doel. In één keer naar de spits. Die bereikt Duarte ook, hup, in één keer naar Peterson. En die loopt zich dan vast. Kouwas.
Jurgensen verdedigt. En dat is nodig ook. Het is een zeer, zeer boeiend eerste half uur. Nog zonder treffers. Hij meldt zich voor de corner. Voor het nemen ervan. Sama van der Buijs mee. Breukers mee. Breukers niet echt een doelpunt de machine, maar... Er staan er in ieder geval vijf. Eentje heel ver in het strafschopgebied, dat ziet u helemaal links. Die dan in komt lopen. Bal van Kouas is wel heel goed. De kopbal van Peterson niet. Bij Feyenoord wordt her en der gevraagd hoe het kan dat Peterson zo vrij staat. Dat is op zich een vrij goede vraag. Goed blok gezet daar door Breukers. Waardoor er niemand meer naar achteren kan en Peterson dus helemaal vrij komt. Jurgensen. Wel net iets te kort laten vallen. Larsson. Weer terug naar de linkerkant. Schot van Larsson. Blaswieg. Keeper ziet hem van ver aankomen. En als de bal dan niet heel vol gaat, ze wabberen. Is hij goed te pakken. Vilena kan naar Larsson. Jurgensen kiest alweer positie. Vilena, Jurgensen. Oh, wat mooi gespeeld! Vilena, nee, komt dan net niet tot een schot. Af en toe zitten er echt schitterende aanvallen tussen aan beide kanten. Dit is al wel heel mooi gespeeld. Tussen Vilena en Jurgensen. Die bal van Jurgensen. Vilena. Jurgensen. Vilena neemt over. Moet dan mee zien te geven. Dat doet hij. Versnelling bij Nieuwkoop. Van Hintem houdt hem dan vast. En gaat hier de kaart krijgen. Dat kan niet anders. Wordt ook zonder morren geaccepteerd door de linksback. Een van die routiniers bij Heracles. Het kan ineens, maar er zijn ook de nodige inlopende mensen. Van Beek en Van der Heijden zijn allebei mee. Berghuis probeert het ineens. En dat is een geweldige poging. Maar Blaswieg haalt hem uit de kruising. Veel snelheid aan de bal. Ook nog eens uitermate zuiver de trap. Kouas. Balletje is goed. Osman. En de redding is er van Bijlo. Geen rebound voor Breukers. Brengt hem nog eens voor. Dat zijn weer een paar serieuze kansen zo in de openingsfase van de tweede helft. Berghuis geeft dan mee. Wat een gevoel. Lekker in de loop bij Larsson gelegd. Vilena sluit aan. Jurgensen komt voor het doel. Larsson zelf net voorlangs. Nou, waar een voorzet misschien nog iets meer voor de hand had gelegen. Jurgensen, Berghuis, Larsson. Larsson, het idee is Berghuis. Uiteindelijk wordt hij het ook. En daar is Jurgensen net niet. En via Van Hintem een corner. Vierman van Feyenoord voor het doel. Berghuis neemt. En Jurgensen komt en die zit erin. Het is 1-0 voor Feyenoord. Sama claimt dat er een overtreding op hem is begaan. Dat zal de VAR nu gaan bekijken. Wat doet Jurgensen verkeerd? Nee, helemaal niks. Geldig doelpunt. Merkel kan hem niet van de lijn halen. Feyenoord leidt met 1-0. Geen sprake van een overtreding van Jurgensen op Sama hier. Oeh, het zou wel zijn eigen doelpunt kunnen zijn. Als de bal nog via de billen van Blaswieg in het doel gaat. Berghuis, daar komt Verdonk. Goeie paas, oh wat mooi uitgespeeld dit. Toornstra scoort, het is een weergaloos doelpunt. Met name door die paas van Berghuis en de loopactie van Verdonk. Waarbij alles op waarde wordt geschat en alles precies past. Berghuis als architect van beide treffers van Feyenoord. Hij ziet Verdonk, dat is ook wel een hele goede loopactie. Maar de paas, en dan doet Verdonk het in één keer goed klaarleggen. Toornstra helemaal vrij. 0-2. Oh, Jurgensen krijgt de bal cadeau. En dan is hier Berghuis.
met zijn kans en zijn doelpunt. Nee, de lat. Hij heeft hem toch perfect liggen voor zijn linker. Maar het is een wedstrijd waarbij hij die andere in staat stelt om te scoren. En dat zelf dus niet doet. Vermeij. Los Santos, Cubas. Balletjes vrij. Cubas moet hem dan voorgeven. Dat lukt wel, maar niet tot bij Vermeij. Breukers ineens. Ja. Dan schiet hij tegen Drost op. Dan bereikt hij Drost bijna. Vilena. Vente. Heracles gaat ruimte weggeven. Nou, Feyenoord om daarvan te profiteren. Nu krijgt Vente een vrije trap. Er lijkt weer een uitoverwinning aan te komen voor Van Bronckhorst. En daarmee twee zeldzaamheden in één wedstrijd. Heracles dat thuis verliest en Feyenoord dat uitwint. Hier is Elhan Koeri om dat helemaal te beslissen. En dat doet hij niet. Zo krijgt Feyenoord niet zo heel veel kansen meer na de 0-2. Maar zijn de kansen op de 0-3 al? Ze zijn toch wel groot. Eindelijk een uitzege voor Van Bronckhorst. En een zeldzame thuisnederlaag voor Vormoed. In een zeer vermakelijke wedstrijd. Zeker de eerste helft. Waarin Heracles de kansen kreeg, maar niet benutte. Toornstra scoorde. Blaswieg maakte een eigen doelpunt. Maar de grote man bij Feyenoord was toch echt Steven Berghuis. Die aan de basis stond van beide treffers. De lat raakte en nog een schot aflostte. Wat Blaswieg nog net uit de kruising kon halen. Hij verkeerde niet in grootste vorm, maar was vandaag wel zeer goed. Na wat mindere fase de afgelopen weken. Vandaag weer alles bepalend voor Feyenoord, zoals we hem eigenlijk ook wel kennen. Steven Berghuis doet het bij afwezigheid van Persie.